beginnen met een ogenblik van stilte. Laten we in ons hart vragen om Gods aanwezigheid hier. Onze hulp is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit zal laten varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan wil ik met u zingen Psalm 84 vers 1. Laten we samen bidden. Getrouwe God en Vader, dank u wel dat we ook deze morgen weer bijeen mogen zijn. Dat we samen uw gemeente mogen zijn. Mogen getuigen van de Heer die ons geroepen heeft. Van de Heer die ons verlost heeft. Van de Heer die de prijs betaalde met zijn dood, met zijn kruisdood op Golgotha. Heer, u hebt ons een bevrijder en verlosser willen zijn. En daarvoor past het ons om u te danken. Heer, u wilt vandaag ook uw woord voor ons openen. Wilt u tot ons hart spreken. Dat u ons leven daardoor op de baan brengen die passend is en goed. Die ons uiteindelijk naar het Vaderhuis brengt. Heer, wees zo met ons door uw geest hier in deze gemeente, op deze plaats. Op alle andere plaatsen waar uw kinderen samenkomen. In België en in heel de wereld. Heer, zegen ons door uw woord. Zegen ons door uw troostende aanwezigheid. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Het thema van deze dienst is het slot van de schriftlezing. Dus u kunt het al vast zien. Uit Lucas 17 komt hij. Lucas 17 en dan nog het laatste vers. En hij zei tegen hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Dus we praten vandaag over geloof en over behoudenis. Laten we weer zingen. Gezang 291. En we proberen dat weer te begrijpen.
geleiden. Dan onze schriftlezing uit het Evangelie naar Lucas, Lucas 17. En u kunt dus meelezen met de liturgie, het verhaal van de 10 melaatsen. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Amen. We gaan luisteren naar muziek, een deel van cantate nummer 50 van Johann Sebastian Bach. Thank you.
Zusters en broeders, we hebben dus gehoord over de genezing van een melaatse. En dat is een geschiedenis die ons wordt meegedeeld over de afstand van de tijd heen. Dat is ooit een keer gebeurd en dat is een bijzondere gebeurtenis. Maar bijna alles wat is opgeschreven over wat gedaan is door de Heer Jezus heeft ook een strekking, een betekenis voor ons. En het is dus de vraag, hoe ontdekken we dat? Hoe ontdekken we dat dit verhaal ook op ons van toepassing is? Met wie moeten wij ons nu identificeren? Wie zijn wij in dit verhaal? Maar laat ik u eerst iets vertellen over de achtergrond
van het verhaal zelf, voordat we naar die vraag toe gaan, wat heeft het rechtstreeks met ons te maken? Het is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis, want zelfs in het leven van de Heer komt het niet vaak voor dat er 10 melaatsen tegelijkertijd in zijn nabijheid komen. We hebben wel eerder gehoord, in Lucas 5 al, dat hij 1 melaatse geneest. En hier staan er plotseling 10. De Heer is onderweg naar Jeruzalem en komt nu in de grensstreek tussen Samaria en Galilea. Want u weet het, Galilea in het noorden en dan Samaria en daarna in zuidelijke richting, dus Judea. Hij is nu in die grensstreek van Samaria en Galilea. Vandaar dat hij ook een groep mannen tegenkomt, waarvan er waarschijnlijk 9 uit Judea afkomstig zijn, of in ieder geval van Joodse herkomst zijn, en er is 1 Samaritaan. Dat is al heel bijzonder, want Samaritanen en Joden gaan niet met elkaar om. Waarom is er dan toch die ene Samaritaan te midden van die groep Joden? Nou ja, hun smarten, hun lijden verbindt ze met elkaar. Het zijn melaatsen, dat wil zeggen, ze zijn uitgesloten uit de gemeenschap van Israël. En ze zijn evenzeer uitgesloten uit de gemeenschap van Samaria. En dat is ook niet per ongeluk. Melaatsheid is buitengewoon pijnlijk en langdurig, is ongeneeslijk, in die tijd zeker, en is buitengewoon besmettelijk. En er zit zelfs een zekere parallel tussen de melaatsheid toen en corona nu. Als je kijkt in Leviticus 13 en 14, dan lees je hoe de Heer het geprobeerd heeft om een wet te geven aan Israël om de verspreiding van melaatsheid tegen te houden. Nou, social distancing, mondkapjes dragen, buiten de gemeenschap gaan staan in quarantaine. Al die dingen die wij nu een tijd lang, ja, eerst ongewoon en nu bijna gewoon zijn gaan vinden, die worden daar ook voorgeschreven tegen de melaatsheid. Als er dus 10 melaatsen naar Jezus toekomen, blijven ze op die gepaste afstand staan. Meer dan 2 meter waarschijnlijk. Ze weten dat ze hem niet mogen benaderen. En toch roepen ze. Toch hebben ze op een vreemde manier gehoord dat bij Jezus misschien een wonderlijke en een buitengewone genezing te vinden is. Een genezing voor iets wat ongeneeslijk is. En een einde aan hun pijnlijke lijden en hun buitengesloten zijn. Melaatsen mochten alleen maar met elkaar omgaan. En samen zagen ze alleen maar neergang en ondergang. Maar dat was hun enige sociale omgeving. Buiten de stad, buiten de dorpen, afhankelijk van wat ze bij elkaar konden bedelen. En nu zien ze Jezus daar lopen, dwars door Samaria en Galilea. En ze hebben iets over hem gehoord. En dat wat ze gehoord hebben is zo buitengewoon, dat ze het wagen om hun stem te verheffen en tegen hem te zeggen: Meester, ontferm u over ons. Het is een noodkreet. Het is een kreet van paniek, van wanhoop. Misschien is er toch 1 die zich over hen ontfermen kan. Het is eigenlijk een gebed wat mensen tot God bidden. Maar nu richten ze dat op de Heer Jezus. Wat zou het dan mooi zijn en eenvoudig zijn als de Heer hen had geantwoord: zeker, wees genezen. Dat verwacht je eigenlijk een beetje in een dergelijk verhaal. De Heer is genegen om te genezen en hij doet dat onmiddellijk en volledig. Maar dan komt de wending in het verhaal die we niet moeten vergeten als we straks proberen om het op onszelf toe te passen. Want hij zegt dat niet. Hij zegt: ga heen en toon uzelf aan de priesters. Met andere woorden, gedraag je alsof je al genezen was. Ze zijn het niet. Als ze genezen waren, moesten ze naar de priesters toe. Die zouden vaststellen of de genezing echt had plaatsgevonden.
En dan moesten ze de reis maken naar Jeruzalem om daar het voorgeschreven offer te brengen en dan 8 dagen reiniging te ondergaan. En dan mochten ze weer terug naar familie en vrienden, mochten ze weer deelnemen aan de eredienst enzovoort. En hij zegt het zo: ga heen en toon uzelf aan de priesters. Als die melaatse niet helemaal door wanhoop waren verdreven, zouden ze hem hebben uitgelachen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Waar blijft dan de genezing, de voorwaarde om naar die priesters te gaan? Als ze bij die priesters komen en hij ziet dat wij niet genezen zijn, dan stuurt hij ons alleen maar weg. En misschien laat hij ons wel slaan. Wat nodig is bij hen, is een daad van geloof. Flinterdun, heel klein. De reputatie van Jezus en de diepte van hun wanhoop leiden tot een klein beetje geloof. Zodat ze gaan en dan maar afwachten wat er gebeuren zal. Maar ze gaan. Ze gehoorzamen het woord van de Heer. Ga heen en toon u zelf aan de priesters. In een van de nabijgelegen dorpen was waarschijnlijk wel een priester te vinden. Ga heen en toon u zelf aan de priesters. Die kunnen dan vaststellen dat ze genezen zijn, terwijl ze het nog niet waren. En het gebeurde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Van top tot teen. Alle blaren, alle aangetaste ledematen, alle zwakten van de organen, alles wat de melaatsheid bij hen heeft aangericht, is verdwenen. Het gebeurde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Dat moet voor deze 10 een buitengewoon vrolijke, verheugende, wonderlijke gebeurtenis zijn geweest. Misschien wel een leven lang leven ze met deze melaatsheid. Zijn ze buitengesloten? Zijn ze in die verplichte quarantaine? Zien ze zichzelf alleen maar achteruit gaan? Hebben ze in hun wanhoop tot God gebeden om verlossing die maar niet kwam? En hebben ze van alle kanten te horen gekregen dat ze zondig moesten zijn geweest? Hun zonde had toch de melaatsheid opgeroepen. En als zij al niet zondig waren, dan hun vader en moeder of hun grootouders. Zij droegen in ieder geval met hun melaatsheid de straf voor de zonde. En nu zijn ze gereinigd. Nu is deze wonderlijke man, deze Jezus, in staat gebleken om hen te genezen. Ja, dat is toch een gebeurtenis die hun leven totaal veranderde. Ze mogen weer terug naar familie en vrienden. Het leven is totaal hersteld. En dan zou je verwachten dat ze alle 10 begrijpen wat er hier gebeurd is. En 9 van hen begrijpen er helemaal niks van. Dank u wel, Jezus. Nu gaan we naar Jeruzalem en we zullen dat offer brengen. En we gaan even bij de priester langs. En dank u wel, dan kunnen wij ons gewone leven weer oppakken. Eén van hen begrijpt wat er echt gebeurd is. Toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Ook zijn stem is weer terug. Maar laatst hij tast ook de keel en de stembanden aan, zodat de laatste schril klinken. Maar zijn stem is weer terug. En hij keert terug naar Jezus en verheerlijkt God met luide stem. Hij schreeuwt het uit. Bij Lucas, als je het hoort van een luide stem, dan zit daar emotie bij. Mensen spreken bij Lucas alleen met luide stem als ze helemaal blij zijn of helemaal boos zijn. Terwijl hij met luide stem God verheerlijkt. Dat is het eerste wat hij doet. God dankbaar zijn. Nou ja, die andere 9 waren die niet van plan God te danken. Jawel. Die waren onderweg naar Jeruzalem en die zouden in de tempel het offer hebben gebracht. En die waren toch ook God dankbaar geweest. Waarom is het dan zo bijzonder dat deze ene terugkeert om God te verheerlijken en te danken? Ja, omdat hij begrijpt dat God in Jezus aanwezig was. Ja, dat Jezus zelf deze God was. Hij heeft begrepen dat Jezus alleen maar dit wonder kon verrichten. Geen medische handeling, niet eens gesproken woorden van wees genezen.
maar met volstrekt gezag en macht bewerkt hij hier die genezing. Die ene heeft het begrepen. Als ik zo op afstand genezen kan zijn van een vleeselijke ziekte, dan moet hier in Jezus God zelf aanwezig zijn. Hij verheerlijkt God, maar niet in de tempel, de plaats waar God woont, maar in die andere tempel. In de nabijheid van de Heer Jezus, die de tempel van God is, in die God zelf woont. En hij laat zien dat hij met deze God en met deze Jezus ook een relatie wil. Hij onderwerpt zich aan hem. Hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten. Eerst die verheerlijking van God. En dan die onderwerping aan deze God. Door in die houding voor de Heer Jezus te gaan liggen. En dan tenslotte dankt hij hem ook. En hij heeft er alle reden voor om te danken voor deze wonderbare genezing. En dan zegt Lucas, kijk nou eens goed wat hier gebeurd is. Dat is een Samaritaan. Iemand van wie alle Joden zeggen dat ze niets van de Tora en niets van God hebben begrepen. Dat het eigenlijk allemaal onreine mensen zijn. Maar deze Samaritaan, die heeft de ware tempel van de Heer gevonden. Die heeft in de Heer Jezus God zelf gezien. Uiteindelijk krijgt hij en hij alleen de opdracht. En hij zei tegen hem, sta op en ga heen, vermoedelijk om nu toch ook naar die priester te gaan, als een getuigenis voor die priester, om toch ook naar de tempel in Jeruzalem te gaan, om precies te volbrengen wat Mozes geboden heeft. Sta op en ga heen, maar dan deze woorden, uw geloof heeft u behouden. Zijn geloof in wie Jezus is, heeft hem niet alleen maar genezing gegeven, of reiniging gegeven van zijn melaatschheid. Doordat hij terugkeert naar de Heer Jezus, laat hij ook zien dat zijn geloof meer is dan weten dat Jezus een wonderdoener is. Dat zijn geloof hoger is dan alleen maar hopen op een wonder van genezing. Maar dat hij de Heer erkend heeft als Heere. Dat is het geloof van de Samaritaan. Niet het wanhopige geloof van de 9 anderen die hopen op een wonder. Maar het geloof dat een relatie maakt met deze Heer. Wat zich neerbuigt voor deze Heer. Wat deze Heer dankbaar is voor wat hij voor jou, voor mij heeft willen doen. Want dit is de persoon met wie we ons moeten leren identificeren, denk ik. Dit is de sleutel om te begrijpen wat in deze geschiedenis eigenlijk over ons gaat. Zeker, we zijn geen melaatsen. Niet in letterlijke zin. Maar zijn we niet tot op zekere hoogte afgesneden van de gemeenschap met God? Is dat niet onze oorspronkelijke, onze natuurlijke toestand? En hebben we niet, voor zover we tot geloof zijn gekomen, deze Heer hebben aangenomen, allemaal die genezing doorgemaakt, beseft te hebben dat we aanvaardbaar zijn geworden voor God. Dat God ons waarachtig lief heeft. En dat we daar onze handen op mogen leggen. God heeft mij lief. Want hij heeft zijn zoon gezonden om mijn zonde en schuld te dragen. Hij heeft zijn zoon gezonden om mijn melaatschheid weg te nemen. Hij heeft zijn zoon gezonden om het voor mij op te nemen en voor eeuwig mijn Heer en Heiland te zijn. En dan kunnen we zijn als die 9. Dan kunnen we zijn als die 9 door te zeggen, nou ja, maar dat weten we langzamerhand wel. Dat staat in het evangelie, dat zeggen we met de belijdenis, dat horen we keer op keer in de kerk, het zal wel. Nou hoor, we zijn gerechtvaardigd uit geloof. Dat zeggen we als protestanten heel makkelijk en heel simpel. En wat is het resultaat ervan? Dat we allemaal dan doen wat onze religieuze plicht is. We gaan naar de tempel, dat we zeggen we gaan naar de kerk. We laten ons aan de priester zien, dat we zeggen we leiden een religieus leven. Maar we gaan niet terug naar die Heer die ons riep, die ons verloste, die zich voor ons heeft overgegeven. We gaan niet terug naar Hem die de bron is van onze verlossing. We proberen terug te keren, of we zijn al teruggekeerd, naar het leven van alle dag.
Het gewone dagelijkse leven met zijn dagelijkse zorgen. We gaan terug naar het leven van onze eigen ambities, van onze eigen plannen voor de toekomst. We zijn als die negen, als we dat doen, dan vergeten we wie het was die ons heeft gereinigd, die ons heeft genezen van de straf van de zonde. Dan vergeten we wie het was die onze zonde en schuld droeg. Het gewone leven lokt ons aan. En we mogen dat dan weer aannemen en we mogen dat leven leiden. Want we beseffen dat het met onze zonde en schuld gedaan is. En dat we in Gods ogen gerechtvaardigd zijn. En dat God ons lief heeft. Het verhaal wil ons zeggen dat we zouden moeten zijn als die ene. Als die ene die niet alleen maar beseft dat hij nu bevrijd is van zonde en schuld, of bevrijd is van zijn melaatsheid, maar dat er een Heer is die op hem wacht. Dat er een Heer is die 10 mensen uitzond en hoopte dat er 10 tot hem zouden terugkeren. Die hoopte dat ook die 9 zouden komen om met hem in een relatie te komen staan. Dat er 10 mensen zouden zijn geweest die zich voor hem hadden neergebogen, hem hadden gedankt, hem hadden geëerd. En nu als zijn leerlingen door het leven zouden gaan. En het is er maar 1. Van de 10 die geroepen zijn en van die banken achter u die leeg zijn gebleven, omdat velen hun plek in de kerk niet konden vinden, is er maar 1, is er maar weinig. Zijn jullie het? Is het die gemeente zo hier en daar verspreid over Knokke, ook nog een keer over verschillende kerken verspreid? Het is er maar 1 die terugkeert en zich buigt voor deze Heer, die zingt ter ere van deze Heer, die in relatie met die Heer wil staan door hem te gehoorzamen en zoals de kantaten net liet horen, door hem lief te hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Dan kan de Heer tegen zo iemand zeggen, sta op en ga heen. Zeker ook deze Samaritaanse melaatse moet weer zijn plek vinden in het gewone leven. Er is niets mis met dat gewone leven, ook dat heeft de Heer ons geschonken. Maar het gaat om de volgorde, het gaat om de prioriteiten. Is het eerste in ons leven dat we bij Hem willen horen, of is het eerste in ons leven dat we graag ongestoord ons dagelijks leven willen volhouden? Is het eerste in ons leven wat de Heer van ons vraagt om te doen? Is het eerste in ons leven God te verheerlijken en te danken? Of komt dat er als ware bij? Is dat de slagroom op het gebakje? Een extraatje, waardoor we ons nog wat beter kunnen voelen en de dagelijkse zorgen en lasten beter aan kunnen. Het is niet voldoende, zegt het schriftwoord van vandaag. Die 9, die komen niet meer terug. Wie zijn persoonlijke leven, zijn dagelijks leven op de eerste plaats stelt, komt eigenlijk nooit meer bij Jezus aan. Maar wie de volgorde omdraait, wie begint met die terugkeer naar Jezus, wie begint met dat gebaar van onderwerping en overgave aan Hem, die krijgt vervolgens zijn dagelijks leven gewoon weer terug. Sta op en ga heen. Het is een hoger plan van geloof wat zo iemand heeft vertoond. Uw geloof heeft u behouden. Niet gereinigd, dat staat er niet. Niet genezen, dat staat er niet. Maar behouden. Dat wil zeggen naar lichaam, geest en ziel voor de eeuwigheid een plaats ontvangen bij God. Behouden, dat is een woord dat alles omvat wat God aan de mens schenken wil. Wat elders eeuwig leven heeft. Of wat voor sommigen heel simpel betekent in de hemel komen. Je kunt alles opnoemen wat te maken heeft met redding en behoud en genezing en herstel en rechtvaardiging. Het zit allemaal in dat woord behouden. Wat is dan het geloof wat hem heeft behouden? Wat is het geloof, broeders en zusters, wat u en mij behoudt? Niet alleen maar een steuntje in de rug zet. Niet alleen maar een kans op genezing schenkt. Niet alleen maar het leven een beetje verbetert. Nee, dat ons naar lichaam en geest en ziel behoudt. Dat is geloof dat zich helemaal focust
zich helemaal richt op de Heer die zijn leven voor mij gaf. Op de Heer die mijn zonde herstelt beroept. Op de Heer die nu recht heeft op mijn aanbidding en mijn dankbaarheid en mijn gehoorzaamheid. En dan zijn we misschien allemaal Samaritanen van oorsprong. We horen niet bij Israël van herkomst over het algemeen in de kerk. En toch, dit is de weg die hij wil geven aan ieder die in hem gelooft. Aan die vrouw die water kwam putten uit Samaria. Uit die hoofdman die een knecht had die ziek was. Al die mensen zoals de Syro-Fenicische vrouw, het noorden, verre noorden van Israël. Die in de buurt kwamen bij Jezus en niet tot Israël behoorden. Toch spreekt de Heer hen dan aan en biedt ook aan hen zijn verlossing en zijn behoudenis aan. Zeker, we mogen opstaan en heen gaan. En straks gaan we dat ook letterlijk doen. We gaan ons eigen leven weer proberen te leiden zo goed en kwaad als we dat kunnen. Proberen daarin zuiver en eerlijk en fatsoenlijk te zijn. Rekening te houden met Gods geboden. Maar dat is niet het eerste. Het eerste is dat we de behoudenis ontvangen uit de handen van een Heer die zich persoonlijk met ons bemoeien wil. Die een plaats wil hebben in uw dagelijks gebed. Waarover u elke dag lezen kunt in Gods woord. Die dichtbij u moet komen in uw verbeelding, in uw hart, in uw denken en in uw doen en laten. Die van u vraagt of u bij hem wil zijn, met hem wil leven, zoals hij met ons wil zijn en in ons en met ons leven wil. Tien laatste is een schijnbare verhaal over een bijzondere genezing. Die schijnbare verhaal over een bijzonder kenmerk van die Samaritanen, die blijkbaar tot geloof in staat waren dat de Heere in Israël niet kon vinden. Maar misschien gaat het in werkelijkheid over u en mij. Gaat het over de kracht van geloof dat tot behoud leidt en wat dat geloof is. En dat er ook geloof is dat heel oppervlakkig en op een afstand van Jezus blijft. En dat elke dag neemt zoals hij komt. En dat al blij is als daar niet al te veel problemen in zijn. En dat pas aan God gaat denken op het moment dat het moeilijk wordt. Oh, dan willen we wel schreeuwen, Heer, ontferm u over ons. Maar die relatie met Jezus, het luisteren naar zijn stem, het leven met hem, dat is wat van ons gevraagd wordt. En dat is wat deze Heer wil. Deze Heer staat aan de deur van ons hart en hij klopt. Hij wil binnengelaten worden in de intieme kring van ons eigen leven. Hij wil een plaats hebben in ons hart, als hij een plaats moet hebben in ons hoofd. Een plaats in ons leven door met hem bezig te zijn, over hem na te denken, hem te danken, te eren en te prijzen. Dat is het doel van zijn komst. Niet alleen maar ons te bevrijden van wat ons hindert. En zeker niet ons alleen maar te redden van de eeuwige dood. Maar om onze Heer en Meester en Vriend, onze Rabbi, onze leraar, onze herder, onze hoge priester te zijn. Op een hele persoonlijke, intieme wijze in ons leven aanwezig te zijn. Laten we proberen om dat ook in de komende week onszelf voor ogen te houden. Dat dat het geloof is wat ons behoudt. Niet het andere. Niet het hopen op Gods voorzienigheid. Niet het hopen dat God de problemen in ons leven zal oplossen. Maar dat ons geloof gericht is op iemand die werkelijk nabij ons wil zijn. Zodat we met de kantaten kunnen zingen. Ich hab dich lieb. Ik heb u lief, Heer Jezus. Zoals u mij eerst hebt lief gehad. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht. Tot in eeuwigheid. Amen.
oproept om ook in de relatie te staan met u. Om u als vader te erkennen elke dag, maar ook om uw zoon als heer, als leraar, als herder in ons leven toe te laten. Heer, we beleiden voor u dat we heel vaak u en uw zoon op een afstand plaatsen. Zo volkomen bezig met ons eigen leven zijn we dan ook. Met alle vragen en problemen die dat heeft, alle zorgen die we hebben. Het lijkt dan net alsof u ver weg bent. En het lijkt alsof u ook eigenlijk niet nodig hebt. Tot het moment komt van een crisis hier. Dan voelen we ons als die belaatsten. Dan roepen we uit weer ontferm u over ons. En als de crisis weer voorbij is, dan gaan we gewoon weer door met ons leven. Heer, maar uw woord maakt ons duidelijk dat u wilt dat wij zijn zoals die ene Samaritaan die terugkwam en God verheerlijkte en de Heer Jezus heeft aanbeden en die hem dank heeft gegeven. Alles waar dat offer in de tempel van sprak, Heer, dat deed die Samaritaan bij u, Heer Jezus. En dat willen we ook samen leren. Om bij u te zijn, omdat u de ware tempel bent. Omdat in u Gods volheid woont. Omdat u Gods gezicht heeft laten zien. Omdat we door u God als onze Vader hebben leren kennen. Heer, help ons dan, juist in dat dagelijks leven, in deze moeilijke coronatijd, om daaraan vast te houden. Dat evangelie dat niet alleen maar over redding spreekt, maar ook over uw liefde spreekt tot ons. En u kent onze zorgen. En u weet dat er velen zijn in relaties die we hebben. Misschien met pijn en moeite in ons eigen lijf. Misschien onze zorg voor mensen die ons nabij zijn. Ons menselijk leven is zo broos hier, zo kwetsbaar. Dat er elke dag wel weer nieuwe zorgen zullen zijn. Nieuwe vragen. Nieuwe kwellingen over wat anderen overkomt. Want we leven mee met anderen. En dat voegt zich bij onze eigen pijn. Maar Heere, geef dan dat we niet alleen maar vragen naar uw antwoord daarop. Niet alleen maar vragen dat de pijn wordt weggenomen. Dat er genezing komt en dat de relaties zich herstellen. Dat we niet alleen maar u erbij roepen als wij het moeilijk hebben. Maar dat we u erbij roepen omdat wij mogen zeggen dat wij u lief hebben. Dat is ook uw opdracht aan ons, om u lief te hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel ons vermogen, met heel onze ziel, met alles wat in ons is, u lief te hebben. Maar daarvoor moeten we u leren kennen, daarvoor moeten we uw stem leren verstaan uit uw woord, daarvoor moeten we elke dag in het gebed en in schriftlezing met u bezig zijn. Dat is de weg daartoe. Heer, geef ons de kracht en de moed om dat te doen. Het is vaak zo moeilijk voor ons om die weg te gaan. Het is de weg naar uw hart, Heer. Dat geeft u de mogelijkheid om met uw geest ook in ons leven krachtig aanwezig te zijn. Ons te bemoedigen, ons te troosten, ons de weg te wijzen. Ons vast te houden in uw oneindige liefde. Heer, zo vragen we voor ons, elk persoonlijk, om uw aanwezigheid in ons hart. Maar we vragen ook voor onszelf als gemeente. Want we willen ook samen voor uw troon staan. We willen samen zijn zoals u ons ook geroepen hebt. Tot één gemeente. Die spreken mag van haar Heer. Die spreken mag en getuigenis mag afleggen. Van het evangelie dat in onze harten woont. En dat we in ons midden willen grootmaken. Dat we willen verspreiden. Daarvan willen getuigen naar buiten toe. Heer, we zijn met zo weinig. En we hebben maar kleine kracht. Maar wilt u dan de deuren openen? Wilt u dan de weg wijzen? Wilt u dan geven dat vanuit ons als gemeente een sterk en krachtig licht mag schijnen naar buiten toe? Zodat het hart wordt geraakt van wie u nodig hebben, maar u nog niet kennen. Heer, we willen een ogenblik ook in stilte onze eigen zorgen bij uw troon van genade brengen. En daar ook achterlaten.
Heer, we willen niet vergeten ook te bidden voor deze wereld in de greep van het coronavirus. Wilt u met name diegenen die in de ziekenhuizen werken en die zich inzetten voor alle slachtoffers van dat virus, wilt u hen zegenen en kracht geven en beschermen. Wilt u met allen zijn die nu op de IC liggen en als het uw wil is ook genezing schenken, Heer. Wilt u een einde maken aan die lange nacht van duisternis waar we nu in zitten. Wilt u verlossing schenken. En wilt u ook gebruik maken hiervan, Heer, om het hart van mensen te raken, wakker te maken voor uw evangelie. Heer, wilt u dat zo doen? Voor die 9 die u nog niet echt hebben erkend. In naam van die ene die voor uw voeten neerviel. Heer, wilt u dat zo doen? Zo vragen wij u. En we bidden dan met de woorden ook die u, Heer Jezus, ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaan we straks van hier naar de plaats waar de Heer onze God in gesteld heeft om daar tot een zegen te zijn. Onderweg naar zijn koninkrijk. En dan mag u gaan met God zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zijn u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen. Amen.